Normaal gesproken spreek ik over andere zijdes, bladzijdes en die dan weer naar anderen verwijzen. Wanneer ik zou blijven kijken vanuit vier andere hoeken, 90 graden. Hoe het ook anders zou moeten, maar zou het anders kunnen? Of blijf je in routine, zal je altijd je haat dragen, nooit je rust kunnen vinden om opnieuw moeten te beginnen. Weg van je demonen en weg van je dromen en in jezelf blijven geloven. Dit zijn gesproken boeken, mijn levenslessen zoeken, zoals het nummer heette wat ik toen verder ben gaan onderzoeken. Zonder vermoeden van wat er komen gaat, ik rust mijn levensvisie op één punt, ik ga er achteraan. Wanneer ik hier blijf staan, perfectioneer ik de kunst. Maar als ik door blijf gaan, dan krijg ik alles weer terug. Mijn levensdoel is dat ik het goed doe, mijn leven verbeteren omdat ik verlichting zoek. Dan ben ik nog wel een leven mee zoet. Zorg dat ik niet stil blijf staan, maar vooraan zal gaan, daar waar ik hoor te staan. Maar zonder alle liefde ineens sta ik alleen en dan kan ik niemand meer vinden, alleen in een donker hart. En waar moet ik naartoe? Ik weet dat ik het zelf niet kan, dus maak ik nu mezelf moe. Want als ik wist hoe het kwam, ja dan kwam het wel terug. Had ik mezelf vlug een andere route toe en gevlucht. Geen hebzucht, alleen liefde heb ik nodig. Geen onbekende handen, die heb ik nu nog niet nodig, want die vind ik overbodig. Het betaalt niet eens mijn broden, ik kan hier niet in geloven. Als ik zonder jullie zit, voel ik me overbodig. En dan lijkt het over terwijl het nu pas begint. En toch blijf ik hopen en ik vergeet nooit die mensen die ik ooit had. Steek mijn palm aan met het vuur vanuit mijn hart wat jij me gaf.